Ergens. Sinds je gaan solliciteren bij Laars de Dikker. Daar zijn ze nog volop op zoek door goed politiek personeel. Bij vijf hebben ze al genoeg. Pas op, die mannen gaan straks 16 zetels halen, hè? En niet in die keizen, hè? Dus dan kunnen ze nog wel wat mensen met gezangsverstand gebroken. En ongezien dat ze bij Laars de Dikker toch meer warenkloegen willen activeren, wilde ik me direct aangesproken. Oh ja, zeg ik al 19 jaar warenkloegen? Denk ik een ervaringsdeskundige. En de Jean-Marie heeft me al direct van alles beloofd. Dat doet hem keren, hè. Maar ik was nog niet goed of wel binnen. Ik was al laagstrekker. Of douwer. Ja, het verschil ken ik eigenlijk niet goed, hè. Maar ja, in de politiek is het altijd een kwestie van trekken en douwen, hè. Binnen zei hem. Als ik zware kloezen en dan ga een verbindfunctie. Ik zeg zo maar, hé, mag ik in de partij naar fraaie woord spreken? Want tuurlijk, Benny, was in de partij van het fraaie woord. Wat leidt er op een lijver? Ik zeg, zo maar, hé, moeten we de naam Laars de Dikker niet veranderen? Dat klinkt nou zo'n beetje als een Niemandspartij. Goed idee, Benny. Heeft hem zijn naam direct veranderd in de Dungner. Ik zeg, zo maar, hé. En moeten we die in Belgische staat dan niet een klein beetje efficiënter maken? Tuurlijk, Benny. We schaffen direct een heel nieuwe posten af en we centraliseren alle functies op hier plots. Ik zeg, oh ja, welke plots? Manenbureau. Dus de Jean-Marie gaat straks alle ministerposten voor zijn rekening nemen. Als er dus een kunstendecreet voor sociale projecten over bouwvergunningen voor scholen in visraak landbouwgebied gestemd moet worden, dan gaat hij dat beslissen. Ik zeg, joh, Jean-Marie, maar ik heb toch nog een beetje bedenkingen bij het partijprogramma. Ik zeg, die autostrades die ga je allemaal wil doorleggen. Wie gaat dat betalen? Ik is hè? En die vlaktax, dat is toch al hier maar in het verdeel van zo die veel verdienen. Ik zeg, en dan dat smoeren daar in cafés en restaurants? Waarom naai al de Kyoto norm niet? Jean-Marie, daar dat ik het wist, had hij met mijn coca, een nippon en een wasahari boten gebonjourd. Oh. En pas op, dan heb ik nog zo'n schat dat kon gaan lopen. Of had me zo'n bootcamp gestoken. Zal ik maar gezongen verstaan die gebruikt hebben, hè? Dat is maar te hopen dat die anderen verkozenen dat wel gaan doen.